Hallo allemaal, hier een boodschap van mij voor jullie. Eigenlijk begin van deze week is besloten dat de school dicht is tot 11 mei. En dicht betekent niet dat je niks aan school hoeft te doen. Het is geen feestje, nee, het gaat gewoon door. En gelukkig zijn wij een Microsoft School en daar plukken we nu eigenlijk een beetje de vruchten van. Want heel veel van de dingen die wij deden, de lessen zoals wij ze opgezet hadden, die waren al gedigitaliseerd. Dus dat betekent dat jullie allemaal in Teams zaten, dat jullie allemaal in een OneNote aan het werk waren. En daar plukken we nu eigenlijk de vruchten van. Dus dat is heel erg fijn. En het is ook echt de bedoeling dat jullie ook verder gaan met school. En dat je niet gewoon denkt van thuis zitten, niks doen. Nee, echt aan school. Nou, nu sinds eigenlijk de coronacrisis een bizarre situatie. En ik vind het ook heel raar om straks in een lege school aan te komen. Want het is natuurlijk wel leuk om tegen jullie te zeggen van nou, we gaan online lessen aanbieden. Maar ja, bellen via Teams, dat kan wel. En af en toe berichtjes sturen naar docenten of met je SLB'er, dat gaat allemaal wel. Maar als je niet kan werken, dan is dat natuurlijk een beetje lastig. Dus we hebben aan de SLB'ers gevraagd of zij willen inventariseren wie er allemaal geen laptop hebben. Of wie er niks heeft waar die op kan werken. Nou, van de 450 studenten zijn er 90 studenten die aangegeven hebben niet te beschikken over een laptop. En het goede nieuws is, die worden geregeld door het Mondriaan. Dus die worden zometeen opgehaald. En dan ga ik sinds een week weer naar school toe. En dan laat ik jullie ook een beetje zien hoe het daaraan toe gaat. Hele gave Microsoft Surface Go. Ik zeg het snel, want ik weet niet of ik het goed uitspreek. En die liggen zometeen klaar op school en die ga ik dan uitdelen. Maar voor ik daar naartoe ga, even nog wat belangrijke zaken die ik niet moet vergeten. Over mij geen lessen op school. Is ook niet de bedoeling dat er studenten naar school komen. Alle examens die schriftelijk gemaakt zouden worden, vinden ook niet meer plaats. Tot 11 mei. De mondelinge examens bijvoorbeeld voor Nederlands en Engels, die gaan wel door. Er zijn er zelfs al een aantal afgenomen bij een aantal studenten. En de stages zijn bijna allemaal afgebroken. Er zijn nog een aantal studenten die stage lopen. En ja, de uren die je niet hebt kunnen maken, dat is voor het behalen van je diploma geen probleem. Dus dat scheelt weer. En ook daar ontvang je binnenkort meer informatie over in een brief. Het zijn heus niet allemaal antwoorden op vragen die jullie nog hebben. Wij weten ook nog niet alles en soms veranderen dingen in één keer nog de volgende dag. Dus voor nu is gewoon de boodschap tot 11 mei geen les op school. Wel lessen, online lessen. En de docenten zijn daar ook al onwijs hard mee aan de slag. Die hebben hele leuke digitale lessen. Die hebben goed contact met jullie. Er is onwijs hard gewerkt nog door de docenten om dingen zo snel mogelijk te regelen. En ik moet zeggen, dat gaat hartstikke goed. Er zijn in totaal maar 11 studenten. Er zijn in totaal maar 5 studenten waar we nog geen contact mee hebben gekregen. Waar de SLB'ers geen contact meer mee krijgen. Nou, van de 450 studenten is dat natuurlijk een heel klein percentage. En daar mogen we best trots op zijn. Dus hartstikke goed dat je gewoon in contact blijft met je SLB'er, met je docent. Want dat gaat je straks helpen om je diploma te halen. En daar kijken we natuurlijk al heel erg naar uit. Naar de diploma-uitreikingen. Ja, dus ik ga nu richting school en dan laptops uitdelen. Daar zal ik ook nog een klein stukje van opnemen. En dan is dit voor nu de informatie die ik voor jullie heb. Kijk uit naar de brief die jullie ontvangen. En mocht er nog iets zijn, dan mag je ook mij altijd een berichtje sturen of bellen via Teams. Kan natuurlijk ook altijd. Dan zie ik jullie weer een keertje, want ik vind het echt raar om zo meteen in een lege school aan te komen en jullie allemaal niet meer te zien. En nogmaals, ik wil nog heel veel complimenten geven naar alle docenten en SLB'ers die zo hard voor jullie aan de slag zijn gegaan. Zodat je eigenlijk gewoon verder kan met je school en zo min mogelijk achterstand oploopt. Nou, ja, tot snel hoop ik. Doei! Nou, ik ga normaal altijd via de ingang van de WDS naar binnen. Maar die is dus gesloten, dus ik moet via de hoofdingang van het Leegwaterplein naar binnen. Er is echt niemand. Het is echt bizar en stil. Het lijkt wel een soort spookhuis hier. Er is bijna niemand. Wat ik zie is dat er heel veel onderhoudwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dus als jullie zo meteen terugkomen, dan herkennen jullie de school vast niet meer. Het is alles helemaal spik en span. Het is echt een bizar gezicht om de school zo leeg te zien. En ja, het is natuurlijk helemaal logisch dat het zo leeg is. Er is daar geen oordeel over. Het is gewoon een heel vreemd gevoel als je hier in zo'n lege school rondloopt. Waar normaal altijd gewoon
studenten zijn. Reuring. Hé, hey, mevrouw Kamstra. Hey, ik heb iemand gezien. It's alive. Woehoe. Nee hoor, ik wil ook niet. Hey. Hoi. Nou, dit zijn dus die 90 devices die we zometeen gaan uitdelen. Super gaaf. Wat heb je tot nu toe gedaan voor school? Helemaal niks. Waarom niet? Omdat je toch wel je diploma wil halen? Ja, maar kijk, ik snap... Maar nu heb je die laptop. Nu ga je werken, toch? Kijk, ik snap gewoon niet wat ik wil doen. Ja, voor? Voor die laptop. Ja. Wat kun je vertellen wat je tot nu toe voor school hebt gedaan? Niet zo. Nee, en hoe komt dat? Door die laptop. Ik heb wel best een laptop. Ja. Oh, oké. Okay. Dus ik kon die ook niet maken. En toen werd ik gebeld. Ja. Moest ik deze nemen. Oké. Okay. En ga je vanaf nu dan wel wat voor school doen? Ja. Ja? Plezier met je laptop. Ja. En ik hoop dat je goed aan het schoolwerk gaat. Ja, dankjewel. En ook aan je broertje. Kan die hem ook lenen voor school of niet? Nee? Je hoeft niks voor school te doen? Jawel. Oké. Okay. En hoe doe jij dat dan? Niet. Niet? Ook gewoon niet. Oh, je zei dat lekker, hè? Maar wat doen jullie dan de hele dag op thuis? Ben je dan... Gamen. Oké. Okay. Nou, daar haal je toch geen diploma mee? Jawel. Nee, maar goed voorbeeld aan je zus. Die gaat nu hard studeren. Ja. Met jullie? Ja, met alles. Ja, ik ben goed. Ja? Ja. En met het schoolwerk? Met school, ja. Nu is... opgelost. Ja. Ja. Het was een beetje moeilijk met ja, telefoon te houden. Ja, dat snap ik. Ja. Maar nu is, heb je tot nu toe alles op je telefoon gemaakt? Ja. Ja? En dat ging dus eigenlijk niet? Nee, ja. Nee. En die van jou, jouw telefoon? Ja, dat doet niet mijn telefoon. Ik heb eigenlijk niks. Dus hoe heb je het de afgelopen 2 weken gedaan? Ik heb niks gedaan. Niks? Oh nee. Wat heb je dan gedaan de hele dag? Ik heb gewoon gesport. Oké. Okay. Nou, kijk. Dat is ook gezond en goed voor je hersens. Hey, en ga je nu vanaf nu dus weer elke dag aan school werken? Tuurlijk. Ja? Ja, zeker. Kijk, nou dan zie ik jullie in de online les. Ja. Oké, okay. Nou veel plezier en pas op jezelf, hè? Dank u. Oké. Okay.